Goedenavond, hartelijk welkom bij Omroep Zeeland Sport op de zondagavond. Met samenvattingen uit de Zeeuwse sport. Met vanavond in de uitzending korfbal en voetbal. In de derde divisie vervolgt Kloetingen de ongeslagen reeks tegen OJC Rosmalen. De topper in de tweede klasse tussen koploper Heinenoord en MZC 11 uit Zierikzee. En wie degradeert uit de hoofdklasse zaalkorfbal, Swift uit Middelburg of Sporting Delta? Eerst Kloetingen tegen OJC Rosmalen. Kloetingen is aan een uitstekende reeks bezig van 4 wedstrijden op rij zonder nederlaag in de derde divisie. Kloetingen staat met de 9e plaats net in het linkerrijtje en niemand praat meer over degradatie of nacompetitie. Want Kloetingen is hard op weg naar rechtstreekse handhaving en dat is knap voor een debutant. Nu is OJC Rosmalen de tegenstander. Die ploeg staat 14e en is nog niet veilig. Geen wijzigingen in de opstelling van trainer Juriaan van Poelje. Exact dezelfde 11 spelers worden het veld ingestuurd als in de laatste 2 wedstrijden tegen Unitas en Groene Ster, die allebei gewonnen werden. Dijkstra. Bal richting de tweede paal naar de Jager. En daar een mogelijkheid voor Klaas van Hekken die over de bal heen maait. En dat was wel degelijk een goede kans voor de verdediger uit Arnhem-Muiden. En dat beseft hij zelf ook. OJC wordt getraind door deze Willem Leushuis, een zeer ervaren trainer in het amateurvoetbal. Ooit ook actief bij Hoek. In een ver verleden. Tweede kans voor Dijkstra om die bal voor te gooien. Doet hij ook. Keeper zit mis. En dan is het Julius Bliek die profiteert en staat Kloetingen na 20 minuten spelen op een 1-0 voorsprong. Maar keepertje, keepertje, wat doe je daar? Luc Vogels. Er staat een straffe oostenwind over het Westerlooppark. En Vogels verkijkt zich finaal op die bal. En Bliek profiteert Kloetingen op een 1-0 voorsprong. Ja, toch dankzij deze man, Luc Vogels. Julius Bliek, de stand is 1-0. Hier is hij weer, Luc Vogels. Oh, daar komt OJC goed weg. Het is nog niet zijn middag. Kloetingen tot dan toe de betere ploeg. Een paar kansjes gehad. OJC nog amper op de helft van Kloetingen geweest, maar dit is een goede aanval. En een uitstekende redding van Mitchell Bravard. Op de inzet van Yamani El Ahar Shaou. Eerste grote kans voor OJC. Bliek zoekt Doesburg, wint bijna altijd het kopduel van de pitten. Zoekt, vindt nog niet. Misschien de Jager. Bal richting de tweede paal, daar is Doesburg weer. En via een verdediger van OJC over de achterlijn weer een kansje voor Kloetingen. Dat de wedstrijd onder controle heeft. Teunissen op Dijkstra. Doesburg in stelling gebracht en dan voorkomt de paal het tweede doelpunt van Kloetingen. Goeie aanval, wordt niet beloond met een doelpunt van Kel Doesburg. Na rust, Dijkstra van de pitten. Gaat die bal erin? Nee. En dan blesseert Luc Vogels zich, de keeper van OJC. En dat ziet er ernstig uit. Reservekeeper Jeroen Keris weet al dat hij zich gaat warm maken. En bij Kloetingen kijken ze in spanning toe, maar wat gebeurt daar? De inzet van Van de Pitten gaat er dus niet in. En dan wordt hij denk ik of op zijn heup of op zijn zij geraakt. Maar hij kan in ieder geval niet verder, Luc Vogels. De pechvogel van de middag. In alle opzichten. Jeroen Keris is zijn vervanger. OJC komt wel wat beter in de wedstrijd. Kruipt wat meer uit de schulp. Dit is Job Viervoje. Richting de tweede paal en daar is het doelpunt. Eigenlijk onverwachts, maar hij telt wel degelijk. Rick Wels 1-1 na een uur spelen. Perfect op maat. En de kleinste man van het veld zorgt voor de gelijkmaker. En dus moet Kloetingen weer opnieuw beginnen. Maar na rust komt de ploeg van trainer Juriaan van Poelje veel minder voor de dag. Wat minder geconcentreerd, wat slapper. En Van Poelje is er nog niet gerust op. Hier komt OJC weer via Tom Pijnenburg. Bal richting de tweede paal. Bliek wint het kopduel. Daar is Wels weer. En die bal gaat rakelings naast. Niet door deze Saad Lazizi, maar door Rick Wels. Een paar minuutjes nog. Blessuretijd loopt inmiddels. Invallen Baptiste. Gaat pingelen. Ik zou het niet doen. Verspeelt de bal aan Pijnenburg.
En dit ziet er gevaarlijk uit. Hier is waarschijnlijk de laatste kans en dan moet Van der Pitten aan de noodrem trekken ten koste van een vrije trap. Laatste kans voor OJSC via Lex van Dijk, maar het levert geen gevaar op. De wedstrijd op het Westerlooppark eindigt in 1-1. Kloetingen moet dus genoegen nemen met een punt en daar is trainer Juria van Poelen teleurgesteld over. Goed, als je voelt dat er meer in zit, dan ben ik toch teleurgesteld. En ik vind dat we dat aan onszelf te wijten hebben. Dat we niet hebben doorgepakt wanneer het kon, net naar rust. En dat we de grip verliezen, dat wijt ik ook niet aan de kwaliteit van OJC. Maar meer dat wij zelf wat verslapten en wat meer uit elkaar kwamen te staan. En dat mag ons eigenlijk niet overkomen. Maar aan de andere kant, waar ik al mee begon, 5 wedstrijden, ongeslagen, 3 keer gewonnen, 2 keer gelijk. Ja, dat is ook niet slecht, maar ja. Ja, dat was Kloetingen. Hoek wint met 1-3 bij Unitas in Gorkum door 2 goals van Glenn Didieu en eentje van Gilles van de Kandelaren. Hoek klimt daardoor weer over Kloetingen heen in de stand. Beide ploegen staan stevig in de middenmoot. Barendrecht wint de tweede periodetitel en is de nieuwe koploper in de derde divisie. Dan de tweede klasse E zaterdag. MZC 11 uit Zierikzee is nog altijd de enige Zeeuwse ploeg die dit seizoen nog geen officiële wedstrijd heeft verloren. De ploeg van trainer Haro Hazelaar speelde wel veel gelijk en staat daarom niet bovenaan in de competitie. Dat is namelijk Heinenoord. Beide ploegen stonden tegenover elkaar in Zuid-Holland. Inzet is de koppositie. Het verschil is 2 punten in het voordeel van Heinenoord. Dit zijn de 11 van trainer Haro Hazelaar die aan de wedstrijd beginnen. Met de broers Sander en Luc van Vossen. En in de spits de ervaren Jeremy Hubrechtsen. Het commentaar is van Jorben Westrater. Vrije trap. Bal in het 16 meter gebied gebracht. Spanjaard bokst weg. En dan schiet Van Vossen. En dan zit Vermuiden nog bijna met zijn hoofd aan. Maar dan kan de 0-1 van de MZC net voorkomen worden door de koploper Heinenoord. Maar MZC heeft het betere van het spel in die openingsfase. Dit is Sander Van Vossen. Keertje schieten. Maar de bal wordt geblokt. En dan gaat hij net over de goal van Heinenoord. Maar dan staat de corner nog. Bij de eerste paal, doorgekopt. En dan valt hij net niet binnen. Martijn Dalebout met de kans. Maar de bal gaat er niet in. Opnieuw een hoekschop, snel genomen. Wordt de bal hier teruggelegd. En daar komt Sven Heijboer. Sven Heijboer! Maar wat een redding van Angelo Spanjaard. Een heel goed schot van Heijboer. Maar de redding van de doelman van Heinoord mag er ook wezen. Dan gaan we naar de tweede helft. Dit is Marlon Slabbekoorn. Brengt de bal in het 16 meter gebied van MZC. Maar een goede sliding en blok van Jesse van der Linder voorkomt een tegengoal. En dan komt MZC weer. Komt hier de bal bij Luc van Vossen. Klein kapje. En die valt bijna binnen, maar weer een goede redding van Angelo Spanjaard. En die houdt Heinenoord echt op de been. Nog een half uur te spelen. Corner, doorgekopt, op de lat en die valt dan binnen. En dan is het eindelijk 0-1 voor MZC. De treffer waar de ploeg van Haro Hazelaar al lang recht op had. En dan valt hij uit een corner. Het doorkoppen is van Hubrechtsen. Dalebout die nog op de lat kopt. En dan is het Rodi Vermu met zijn grote teen die de voorsprong voor MZC op het scorebord zet. MZC in de counter met Sander van Vossen. Kan zijn man voorbij? Of naar de tweede paal kijken, want daar staat zijn broer Luc. Luc van Vossen. 2-0. En dan is de wedstrijd beslist. MZC gaat uitstekende zaken doen in de tweede klasse door koploper Heinenoord te verslaan. Want dit is Sander van Vossen op zijn broertje Luc. Die neemt hem perfect aan. In de korte hoek, helemaal vrij. 2-0. En dat is ook de eindstand. MZC wint van Heinenoord met 0-2. En zo blijft de strijd om het kampioenschap in de tweede klasse E spannend. Want MZC klimt namelijk over Heinenoord heen in de stand en heeft nu 1 punt voorsprong. SVOD 22 uit Oostkapelle wint weer niet en haakt voorlopig af. Ierseke wint de tweede periodetitel en is zeker van de nacompetitie. Nog 2 cruciale wedstrijden te gaan in de hoofdklasse van het zaalkorfbal. En Zwift uit Middelburg voelt het water tot aan de lippen stijgen. De ploeg van scheidend trainer Arco Goedkoop moet winnen van Sporting Delta. Anders is Zwift gedegradeerd. Maar datzelfde geldt voor Sporting Delta.
dat nu nog laatste staat. Spanning dus gegarandeerd. Jorben Westraten vertelt hoe het afgelopen is. In de beginfase van de wedstrijd is het balbezit voor Sporting Delta met hier een schot van Pascal Meerkerk. Een van de eerste schoten van de wedstrijd en meteen raak. De ploeg uit Dordrecht op voorsprong. En hier is Zwift in de aanval met de bal bij Sanne Oostinga. Die vindt hier Jort Bezemer. Dat is een mooie poging van afstand. En ook raak. Dan is het weer gelijk. En dan de ploeg uit Middelburg opnieuw in de aanval. En dan wordt hier in de paalzone een overtreding gemaakt op Jort Bezemer. Dan krijgt Zwift de kans om terug in de wedstrijd te komen. Maar Bezemer zegt daar iets tegen de scheidsrechter. En dan is het balbezit voor Sporting Delta. Die dan meteen de aanval zoeken. En dan komt de bal hier uiteindelijk bij Sascha Verboon. En dan is het in plaats van 4-3, 5-2. Zwift gaat dan wel iets beter korfballen, ondanks dat het nog tegen een achterstand aankijkt. Dit is Lisanne Power. Zij kreeg de voorkeur in de basis ten opzichte van Jasmijn Hamelink. En hier is Power opnieuw. Vanaf de stip. En dan is de stand gelijk 6-6. Een heel belangrijke wedstrijd dus voor Zwift. Dat op de 7e plaats bivakkeert in de hoofdklasse. Hier komt het voor het eerst op voorsprong. Menno Kassen. En dan heeft Zwift een goede fase. Bekroond hier door Aisha Zuidweg. En dan is het verschil ineens 3. Een goede fase van Zwift dus. Maar het geeft dan toch nog 2 treffers weg voor de rust. Dit is Zinzi Slort met de 11-12. En dat is ook de ruststand. Maar Sporting Delta komt dan goed uit de kleedkamer. Dit is Pascal Meerkerk. En die bal gaat er nog overheen. Maar dit is Angelo van der Hout. En hij zorgt voor de voorsprong voor de ploeg uit Dordrecht. En Zwift heeft dan moeite met scoren. Had het zo'n goede fase vlak voor de onderbreking. Maar nu willen de ballen er niet meer in. Tijd voor trainer Goedkoop om dus instructies te geven. Want Zwift moet winnen vanavond. Maar het komt hier op een grotere achterstand. Opnieuw is het Slort. Die zorgt voor 3 punten verschil in de voordeel van de ploeg uit Dordrecht. En dan moet Zwift toch echt wel gaan scoren. Want anders is het over en sluiten in de hoofdklasse. Maar dit is Sanne Oostinga. Die zorgt voor enige aansluiting. Maar hier gaat de bal opnieuw komen bij Pascal Meerkerk. Echt een plaag voor de defensie van Zwift vanavond. Hij maakt de 18-16. Maar Zwift geeft niet op. Hier een aanval in de maak. Joran Gillissen. En dan gaat hij er weer net niet in. Zwift heeft echt moeite met scoren in die tweede helft. Oostinga dan. En die gaat er wel doorheen. De spanning is nog steeds aanwezig. 1 puntje verschil. Slotfase komt eraan. Dit is Amy Hollebrandsen. 18-18. Nog 5 minuten op de klok. En Zwift heeft nog een paar treffers nodig. Sporting Delta dan weer in de aanval. Het Pascal Meerkerk. 19-18, zijn 9e treffer van de avond. Zwift kan geen vat op hem krijgen. Dan nog een keer Zwift. En dan is dit dom balverlies van Dylan Gillissen. En dan in de tegenstoot is het hier weer Meerkerk. En die bepaalt de eindstand op 20-18. Nee, Zwift redt het niet. Het verliest van Sporting Delta in een do-or-die wedstrijd. En degradeert na 2 seizoenen uit de hoofdklasse. Tegen Sporting Delta gaat het mis voor Zwift, omdat de ploeg uit Middelburg te weinig scoort in de tweede helft. Daar zit, zeg maar, ja, zit wel, denk ik wel de crux. Ik vond ons aanvallend eerste helft, zeg maar, het zaten echt wel meer vrije korfbalmomenten tussen. Hè, waar je het spel goed verlegt en veel dynamiek is. En dat de tweede helft viel dat gewoon terug naar het statische. En nou, dat vindt Sporting Delta fijn, want ze spelen ze ja, zelf ook een beetje. En daar kunnen ze ook dan goed verdedigen. Dus dat ja, gaven ze veel druk en wij hadden daar gewoon moeite mee. We speelden dat niet heel slim. Nee, dat doet altijd verschrikkelijk zeer. Dus je hebt met z'n allen geprobeerd dit te vermijden. Maar het is niet gelukt. En ja, daar voel je je persoonlijk ook verantwoordelijk voor. Als je kijkt naar het hele seizoen,
Leg dan eens die vinger op de zere plek. Waar is het misgegaan? Ik denk dat wij wisten dat we gewoon aan scorend vermogen hebben ingeleverd. En het kost ons veel te veel moeite om dat te compenseren. Dus je moet je gewoon rustig proberen te spelen. Mensen in de juiste functies neerzetten. En ja, dat is het, in het totale plaatje is dat gewoon niet gelukt. Alhoewel je toch ook kan zeggen, er zijn wedstrijden waar we er wel in slaagden. Maar dat is ten opzichte van de hele rit is dat te weinig. Zwift keert terug naar de overgangsklasse. Want met nog één speelronde te gaan is dit de stand in de hoofdklasse. Zwift staat na de nederlaag op de laatste plaats. En de tweede degradant wordt Sporting Delta of KVS. Bovenin is Detel Snel uit Dordrecht kampioen. Tot zover Omroep Zeeland Sport voor vandaag. De strijd om het kampioenschap in de tweede klasse E blijft spannend. MZC 11 wint van Heijnenoord en neemt de koppositie over. Onder meer via deze goal van Luc van Vossen. Ik wens u nog een hele fijne zondagavond. Dag.